Bouke. Ja. Jij woont in Overvecht, hè? Klopt. Heel hoog, hè? Heel hoog. Aha. En als ik jou het woord verbinding zeg, wat is het eerste wat in je opkomt? Mensen. En? Of mensen? Mensen, verbinding met mensen. Wil je dat voor mij opschrijven? Hier, in het vakje hier? Ja, natuurlijk. Verbinding met mensen? Yes. Daar is hij dan, verbinding met mensen. En verbinding in de wijk, is dat hetzelfde of is daar iets anders bij? Ik merk dat er onderling in deze wijk wel weinig verbinding is. Vooral ja? In de wijk waar ik woon, dat is echt, ja. En hoe merk je dat? Niet betrokken bij elkaar, chaotisch in de wijk, niet opgeruimd. Ja. Een troep. Ja. En dan kun je wel eens zien in wat voor soort wijk je woont. Heel erg jammer, maar... En wat zou je nodig hebben om die verbinding toch wel voor elkaar te krijgen? Oeh, dat is een hele goede. Want ik denk dat je toch in een, zonder negatief te zijn, toch in een lager sociaal-economische buurt woont. Waar mensen nog wel worstelen met bepaalde problematiek. Mensen toch heel erg in zichzelf gekeerd zijn. Veel mensen, niet allemaal, maar hele mooie mensen ook. Maar je ziet het aan de troep. Alles wordt op straat gegooid, drama uit, liften zijn heel vies. Het is jammer. En hoe je dat op kan lossen, ja goed. Ja, mensen proberen te betrekken. Maar hoe betrek je mensen, hoe spreek je ze aan? En dan denk ik dat dat een hele interessante vraag is. Top.